Goedemiddag allemaal. Net niet middag, denk ik. Ons eerste liedje die wij gaan zingen heet Antum Ein. Antum Ein betekent letterlijk waar zijn jullie? Of op een andere manier, kijk niet weg. De tekst heb ik geschreven vorig jaar door wat in Syrië gaande is. En samen met Pim van de Werker en Bart Reiners hebben we besloten om dit liedje te zingen. Alle religies zeggen iets over kijk niet weg waar leed is. Ook christendom, ook Jezus. Maar wij zeggen op onze manier ook kijk niet weg. Dankjewel. Het volgende lied heb ik gemaakt door wat overal zie je op het nieuws. Geweld, geweld, geweld.
en wordt gereageerd ook vaak met terugvechten. Ik vecht ook terug, maar met mijn instrument, met mijn liedjes. Het volgende lied die wij gaan zingen heet Hawaii. Hawaii betekent ik hou van, en verder ik hou van vrede. De Syrische opstand heeft 6 maanden lang geduurd op een vreedzaam manier. En daarna werd wel geweld. Daardoor dacht ik, nou, ik blijf wel op vreedzame manier demonstreren en mijn boodschap zeggen. En zeggen wat ik wil zeggen, maar zonder geweld. Dus wat belangrijk in deze tekst is, doe wat je wil. Kom met vliegtuigen en wapens. Ik blijf voor vrede zingen. Thank you.